Welkom bij App en Web. In deze video gaan we je laten zien hoe het reserveringssysteem werkt om een zaal te kunnen reserveren. In dit voorbeeld kijken we naar het reserveringssysteem van een klant die verschillende zalen verhuurt. Ze maken gebruik van een maandrooster die wekelijks de beschikbare zalen toont per dagdeel. Een dagdeel loopt bijvoorbeeld van 8 tot 1, van 1 tot 6 en van 6 tot 11 uur. Bovenin zie je om welke maand het gaat. Daaronder zie je de dagen van de week staan en aan de linkerzijde. Zie je de weeknummers en de zalen. De zalen hebben de namen kapel, bibliotheek en spiegelzaal. In de legenda wordt weergegeven wat de betekenissen zijn van de kleuren. Grijs is niet beschikbaar, omdat ze bijvoorbeeld op dat moment gesloten zijn. Wit is beschikbaar, rood is gereserveerd, oranje is betaald. Zodra er een reservering binnenkomt, kan de klant direct via een betaalverzoek betalen. De rode blokken worden oranje zodra er betaald is. Paars betekent dat de zaal geannuleerd is. Wordt er geannuleerd buiten de annuleringsperiode, dan wordt er een percentage berekend dat de klant moet betalen. Tot slot zien we blauw. Dat staat voor optie. Het is namelijk ook mogelijk om een zaal in optie te nemen. De optie kan uiteindelijk per mail geactiveerd worden en zo omgezet worden naar een reservering. De kleuren en de status van de tijdsloten kunnen naar wens worden aangepast. Wanneer je een nieuwe reservering wilt maken, klik je op een van de beschikbare blokjes. Hier kies ik voor 28 februari. Klik ik op dit blokje, dan komt er een pop-up van een formulier. Je kunt nu de zaal reserveren voor deze datum. Maar je kan ook de zaal voor meerdere data vastleggen. Dit kan door op meerdere te klikken. Vervolgens zie je de data en de tijd waarop je de zaal nog meer wilt reserveren. En daarna klik je op opslaan. Zoals je ziet komt deze datum er nu ook bij te staan. Bij klant staat er standaard nieuwe klant en dit kan je zelf invullen. Klik je op het vakje klant dan opent er een lijst van alle bestaande klanten die eerder zalen hebben gereserveerd of reserveringen hebben staan. Ik zal in deze video hier niet op klikken aangezien dit privacygevoelige informatie is. Wij van App en Web kunnen jouw volledige klantenlijst hier inladen. Die komt dan hier indien gewenst in te staan. Om een nieuwe klant toe te voegen, geef je de achternaam, telefoonnummer en e-mailadres op. Je kan nu attributen koppelen aan de reservering. Geef hier bijvoorbeeld aan of je een beamer en/of geluidsinstallatie nodig hebt. Deze zullen dan in de zaal staan op de dag van jouw reservering. Dit kan kosten met zich meebrengen. Heb je alles ingevuld, dan klik je op reserveren. De zaal wordt nu direct gereserveerd. Je ziet nu ook dat het witte vakje rood is geworden. Klik ik wederom op mijn gemaakte reservering, dan krijg ik een overzichtje van mijn reservering te zien. Ook hier heb ik de mogelijkheid om deze te wijzigen of te verwijderen. Handig als je bijvoorbeeld vergeten bent om een beamer toe te voegen terwijl je dit wel had gewild, of dat de klant een andere datum wilt reserveren en dit zonder annuleringskosten kan doen. Je kan een gemaakte reservering ook annuleren. Dit doe je door naar een bestaande reservering te gaan en te klikken op annuleren. Je krijgt nu de keuzemogelijkheid om deze kosteloos te annuleren of met een betaling van 50 of 100% van het aankoopbedrag. Stel, een klant annuleert een paar uur van tevoren, dan kun je ervoor kiezen om ze alsnog 100% te factureren. Deze waarden kunnen naar wens aangepast worden en alles is mogelijk. Ik ga de reservering nu ook weer verwijderen aangezien ik de zaal op dit moment niet daadwerkelijk wil reserveren. Nadat ik de reservering verwijder, wordt het blokje weer wit. De zaal is nu direct weer beschikbaar. Benieuwd naar wat dit reserveringssysteem met webapp voor jouw bedrijf kan betekenen? Wij werken met een proeflicentie, waar je twee weken kosteloos gebruik van kunt maken. Stuur een berichtje via het WhatsApp icoontje of laat je naam en telefoonnummer achter en kies voor de groene knop 'Bel mij terug'. Binnen een uur word je teruggebeld en bij interesse zijn wij in staat om binnen 24 uur een proeflicentie aan te maken met jouw huisstijl en bedrijfslogo. Zo kun je twee weken vrijblijvend kennis maken met de mogelijkheden die dit reserveringssysteem te bieden heeft.